Suriname Chinese United Association SCUA doneert aan volksgezondheid. De overkoepelde Chinese associatie Suriname Chinese United Association SCUA heeft ten behoeve van het indammen van de COVID-19-pandemie 500 all-in testen gedoneerd aan de minister van Volksgezondheid Antoine Elias. De testen zijn bestemd voor alle gezondheidsinstellingen die dat nodig hebben, waaronder het Centraal Laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, het Laboratorium van het Academisch Ziekenhuis en eventueel in een later stadium het Wanica Ziekenhuis. De overhandiging vond plaats op 22 juni jongstleden op het Ministerie van Volksgezondheid. Minister Elias was erg blij met de hulp, vooral hoe testen momenteel van eminent belang zijn. Ook benadrukt hij dat het niet de eerste keer is dat de vereniging de gezondheidssector gedenkt. De bewindsman gaf verder aan dat de vereniging keer op keer heeft bewezen dat zij ook meeleven met de Surinaamse gemeenschap. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.